Een goedemorgen allemaal. Welkom bij weer een nieuwe webinar. Vandaag gaan we het hebben over hoe hebben geholpen organisaties, medewerkers van organisaties, productief en effectief te laten gaan werken. Ik heb daarvoor mijn collega Hanneke uitgenodigd. Hanneke die werkt bij ons bij het strategie- en adoptieteam en die helpt organisaties met het in adoptie nemen. Goedemorgen Bart. Dus we begrijpen dat we goed te verstaan zijn. Hanneke, wil jij jezelf heel kort even voorstellen misschien? Zeker, ik ben Hanneke Pastoor, zoals Frederik al mooi aangekondigd heeft, en ik werk bij het Strategie- en Adoptieteam als business consultant en werk in die hoedanigheid met een zeer grote regelmaat bij klanten van ons aan een adoptiestrategie en aan het uitvoeren daarvan. Werk inmiddels 6 jaar bij Rapid Circle. Loop al een tijdje mee met deze molen. En ja, ik vind het nog steeds ontzettend leuk om te doen. En het wordt alleen maar meer. Dat is ook heel fijn om te merken dat dit steeds belangrijker wordt gezien, gelukkig. En dat onderstreept ook het feit dat dit webinar er is en dat ik dit mag vertellen. Yes, nou, Zo, ik heb er in ieder dankjewel. geval zin in. Ik zie dat de meeste mensen beginnen binnen te druppelen. Laten we snel gewoon beginnen. Iedereen die wat later komt, die zal dan het beginstukje missen. Ik zal heel kort even voor de mensen die dat nog niet kennen, Rapid Circle kort voorstellen. We zijn een Microsoft-partner, dus we helpen organisaties naar de Microsoft Cloud. En we doen dat goed en daarom zijn we al meerdere jaren op rij Microsoft Worldwide Partner of the Year genomineerd en soms ook gewonnen. We zijn 6 keer Microsoft Gold Partner op 6 gebieden. We zitten in het Fast Track netwerk, dus we kunnen organisaties helpen met het uitrollen van en migreren van onderdelen van Microsoft uit het Fast Track netwerk. En we zijn een snel groeiend bedrijf, al 2 jaar op jaar genomineerd voor de FD Kazel. En we zitten in 3 landen, Nederland, in India en in Melbourne. En in totaal zijn we met ongeveer 200 medewerkers, waarvan ongeveer 100 consultants in Nederland. Die organisaties helpen naar de Microsoft Cloud. En dat doen we op 4 gebieden. We helpen mensen, organisaties naar de Microsoft Cloud door de Microsoft Cloud helemaal in te richten en daar naartoe te migreren. We beheren ook de hele Microsoft Cloud en optimaliseren de Microsoft Cloud, zodat het effectief werkt en echt goed werkt. En we innoveren processen en businesses, dus bijvoorbeeld met Teams of met Power Platform. En daarnaast, waar we het vandaag over gaan hebben, over adoptie en change management. Dus hoe zorgen we ervoor dat medewerkers echt gebruik gaan maken van alles wat we ze aanbieden op een effectieve manier, zodat ze er echt alles uithalen. Dit doen we voor heel veel verschillende organisaties. Voor aan de ene kant veel grote internationale bedrijven, zoals bijvoorbeeld Shell, TBI, Nationale Nederlanden, Mammoet Heineken. En daarnaast voor heel veel zorgorganisaties en ziekenhuizen, dus voor alle UMC's, maar ook voor reguliere ziekenhuizen zoals Gelre, Zorgzaam, Zuiderland. En daarnaast voor veel zorgorganisaties zoals Arkin, Paarmeijer, Intracontour, GGZ Centraal en HBO's en universiteiten zoals Hogeschool van Leiden, HVA en de UvA. Even als uitgangspunt. We gaan vandaag veel laten zien en vertellen hoe wij de adoptie aanpakken. Ik heb de presentatie al net met jullie gedeeld in de handout-sectie. Dus die staat daar volgens mij, wijs ik goed, Hanneke? Iets Rechts. meer Is het plat. even zo? Ja. In de handout-sectie, de tabblad, zie je rechtsboven. Ik zie dat 6 mensen hem al gevonden hebben. Dus daar kan je hem al vast downloaden als naslagwerk. En dan wil ik daarna het woord overgeven aan Hanneke. Mocht je vragen hebben aan Hanneke, zet ze in de chat. Als ik ze meteen kan beantwoorden, dan zal ik erop reageren. En anders zal ik ze voorleggen aan Hanneke. En ik zal dus ook proberen hier en daar wat intelligente vragen te stellen als er ruimte voor is, Hanneke. Oké. Is this my cue? Yes. Oké, nou, dan zal ik, ja, nou, dan zal ik het woord overnemen van Freek. Nou, mijn verhaal gaat dus over het adopteren van de cloud-werkplek. Je kunt het op verschillende manieren over adoptie hebben. En adoptie is belangrijk in heel veel facetten van wat wij doen. Maar de cloud-werkplek is de meest complete het meest complete wat we uit kunnen rollen. Dat gaat om een hele hoop verschillende onderdelen en onderwerpen. En daar zal ik zo iets verder nog kort op ingaan. Maar dus het gaat nu echt van de cloud-werkplek. Wat een gebruiker moet omarmen, moet gaan gebruiken. En nou, het liefst noemen wij dat van cloud werkplek naar cloud werkwijze, want daar hoort een bepaalde werkwijze bij. En die is misschien net een beetje anders dan dat mensen gewend zijn. Dus dat ga ik jullie laten zien aan de hand van de volgende onderwerpen. Ja. Ik kan even kijken. Ja, ik kan zelf doorklikken. Yes, dat moest ik nog even ondervinden.
Kort even werkplek en werkwijze als verschil. Heel snel loop ik dan wat door wat succesfactoren voor adoptie heen en wat aantal randvoorwaarden die altijd belangrijk zijn wat je ook doet. En dan ga ik de praktijkvoorbeelden laten zien. Ik heb de afgelopen maanden voor twee klanten dit mogen doen, ook in corona en crisistijd. Dus dat is juist ook interessant om nu met jullie te delen. Ja. En die komen vooral groots aan bod straks, dus ja, daar gaat het vooral over. Dus er is eerst een stuk theorie en daarna een stuk praktijk. Ja, maar heel korte theorie. Ik zal er niet heel veel over vertellen. Okay, nou, deze plaat, ik weet niet of er frequente deelnemers zijn die deze alles gezien hebben, maar dit is in principe de cloud werkplek waar we het vaker over hebben. Er zijn een hele hoop facetten belangrijk en interessant om die werkplek compleet te krijgen. Dus echt dat device met daarop allerlei applicaties en dat dat goed beheerd wordt en dat dat veilig is. En alles daaromheen, compleet plaatje. Maar vanuit een technisch perspectief en vanuit een hardware perspectief en dingen die geregeld moeten zijn en die perfect moeten werken. Maar als je het hebt over cloud werkwijze, dan zit je net naar wat andere dingen te kijken. De werkwijze van mensen, waarbij een gebruiker centraal staat. Daar hebben we het veel meer over hoe ervaart iemand zijn werkomgeving. Wat voor devices heb je? Heb ik een mobiele telefoon, heb ik een laptop, heb ik een desktop? Dat is belangrijk. Doe ik dat op kantoor? Doe ik dat thuis? Doe ik dat in een café om de hoek? Wat heb je allemaal nodig om je werk te doen? Wellicht heb je het gewoon ook wel over post-its, hè? Of over boekjes en dingen opschrijven. En hoe transformeer je dat naar een cloud-werkwijze? Je hebt het over werkprocessen. Heel vaak een primair proces, waarbij misschien helemaal geen computer nodig is of belangrijk is. Je hebt het ook over werken en documenten, over het opzetten van projecten, vergaderen. Maar hoe ga je dat doen? Hoe doe je dat? Weet je dat? En hoe ga je dat doen? Vaardigheden zijn heel belangrijk. Hè? Wat zijn je basisvaardigheden? Wat zijn je vakinhoudelijke vaardigheden? Maar ook wat zijn je digitale vaardigheden? Of je 21st century skills, noemen ze dat ook vaak. Het is ook allemaal belangrijk om aandacht voor te hebben. Want ja, er gebeurt van alles op zo'n werkplek. Het is niet alleen maar een nieuwe versie van Word. Het is niet alleen maar een verandering van het Windows-platform. Er gebeurt veel meer. En wat dat dan is, daar zal ik zo ook nog wel even kort op ingaan. Ja, voor gebruikers voelt dat vaak zo, toch? Dat ze wat voor jou en mij misschien klinkt als een kleine verandering, kan voor een gebruiker als een hele grote verandering voelen. Ja, ook dat. Ook dat. En als je het echt hebt, om dat toch even te benoemen, over een cloud-werkplek, in ieder geval bij de organisaties waar ik het over heb, dan is dat een hele nieuwe laptop. Met daarop een heel nieuw besturingssysteem, met een nieuw Office pakket, met applicaties op een andere manier aangeboden, gevirtualiseerd, met OneDrive, met Teams. Dat is echt, dan ga je in heel korte tijd, ga je van een heel ander oud systeem, wat op een bepaalde manier werkte, waar je heel goed aan gewend was, naar iets wat helemaal 100% nieuw is. Ja. En dat is best een flinke verandering voor een hele hoop mensen. Sommige mensen vinden het al heel veel als alleen de Word pakket, alleen het Office pakket zou veranderen. Ja, precies. Dus dan heb je het helemaal over al die digitale vaardigheden die relevant gaan zijn hier. En hoe ver ontwikkeld zijn die al op het moment dat je gaat uitrollen of daarvoor? En waar moet je ze krijgen om die mensen goed te laten werken met zo'n nieuwe werkplek? Wat moet je daarvoor doen? Duidelijk. En dan hebben we ook nog de cultuur die meespeelt in het laten adopteren van een cloud werkplek. En dan hebben we het over bijvoorbeeld manieren van samenwerken. Hoe deden mensen dat tot nu toe? Hè? Hoe gingen ze vergaderen? En hoe gaat dat misschien straks? Kun je daarop inspelen? Is er toegevoegde waarde in deze nieuwe tool voor die manier van samenwerken? Zijn er ongeschreven regels waar je mee te maken hebt binnen een organisatie? Bepaalde omgangsvormen, hè, die impact hebben op de manier waarop je met elkaar omgaat. En dus omgaat met de werkplek. Dat is allemaal één groot plaatje. Buiten het vorige technische plaatje dus, is dit ook een plaatje die de cloudwerkwijze opbouwt. En die is voor je nieuwe werkplek waarschijnlijk anders als daarna. Dus dat is een overgangetje. Maar goed, en dan gaan we natuurlijk wel ook kijken naar even kort, wat vindt de gebruiker dan interessant? Die ga ik even verder overslaan. Dan kan iedereen zich denk ik wel bij voorstellen van wanneer een werknemer tevreden is met een werkplek.
Wat dan belangrijk is, is ervoor te zorgen dat die overgang mogelijk wordt gemaakt, hè, van die oude werkwijze naar die cloud-werkwijze. En daarvoor zijn er drie hele belangrijke randvoorwaarden, of drie succesfactoren om mee te beginnen. Het allerbelangrijkste is de gebruiker centraal. Je hebt het over de gebruiker. Die moet er tevreden mee zijn. Je wil dat die werkplek voor die persoon optimaal functioneert. Dus dan moet je ook vanuit de gebruiker redeneren. Hoe doet hij zijn werk? Wat zijn werksituaties waar een gebruiker deze werkplek nodig heeft? Wat zijn pijnpunten in de oude situatie? Wat zijn kansen dus voor de nieuwe situatie? En hoe kan je daarop inspelen? En het gaat om je gaat er ook voor zorgen dat mensen iets moeten gaan leren. En hoe ga je misschien dat op een andere manier tussen de oren krijgen? Want het gaat straks ook als je een cloudwerkplek hebt. Hè, dan is die niet stabiel voor de komende 6 jaar. Dat blijft zich natuurlijk ontwikkelen met het Microsoft-platform. Er komen dingen bij, verplaatsen knoppen. Dus mensen moeten langzaam meegaan in het leren dat dingen blijven veranderen. En dat is, daar moet je ze in helpen. Ja. Dus die gebruiker centraal inspelen op hoe werkt die? Wat zijn scenario's die relevant zijn voor die persoon? En waar valt dus toegevoegde waarde te behalen voor die werkplek? En dus, de werkplek is ook wel een beetje zoals die is. Daar kunnen we niet per se ontzettend veel aan tweaken. Wat je wel kan doen, is kijken hoe die werkplek past in de situatie van de gebruiker. Dus het verhaal aanpassen aan je doelgroep. Ja. Lead by example staat hier. En dat is eigenlijk vooral dat de leidinggevende, de topfiguren in de organisatie, het goede voorbeeld moeten geven. En moeten vertellen dat het een goede verandering is. En dat ze erachter staan. En practice what they preach. Hè? Als zij het doen, dan dat wijst het onderzoek uit, dat wijst de praktijk uit. Dus toch nog een beetje als de baas het zegt, dan zal het wel zo zijn. En dan zal het wel een goed idee zijn. En dan gaan we het maar doen met z'n allen. Als de baas het niet doet, dan is het heel lastig om de rest van de groep mee te krijgen. Dan heb je alleen de early adopters aan boord. Zeg maar. Ja, als de baas het al niet doet, dan gaan de mensen de rol er het ook niet doen. Nee, zeker niet de mensen die toch al eigenlijk sceptisch zijn en het spannend vinden en moeilijk vinden. Ja, dan wordt het een uitdaging. Ja. Die gaan echt alleen mee als de leidinggevenden, als de informele leiders. Hè, dat is ook goed als die zeggen dat het belangrijk is. En daar heb ik zo tips voor. Dat zal ik zo aan de hand van de praktische situatie, het praktische cases, zal ik daarop ingaan. Oké, heel goed. Ik zag de vraag voorbij komen in de chat namelijk. En dan als laatste ook belangrijke succesfactor, de lokale helden. En dat zijn de mensen op de werkvloer. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als de leidinggevende, maar dan op de werkvloer. Als je collega's aan boord zijn, of als je vragen kan stellen aan collega's, dat is eigenlijk de belangrijkste bron voor het leren werken met een nieuwe werkplek. Als je het even aan je collega kan vragen, dat is zoveel makkelijker dan dat je een handleiding moet opzoeken, dat je een helpdesk moet bellen. Of dat je collega's het ook aan je kunnen vertellen. Hè? Van joh, en je doet het nu zo. We hadden dat anders afgesproken, toch? Laten we dat dan op een andere manier doen. Het is veel makkelijker als je naast elkaar zit dan dat je dat op een afstand moet opzoeken. Nou, en dan zijn er nog een aantal randvoorwaarden. Die moeten gewoon altijd in place zijn. Als je dit niet doet, dan is het ook verloren. Denk het wel. Als je niet helder communiceert, niet helder uitlegt wat er gaat veranderen, waarom dingen gaan veranderen, dan wordt dat dan wordt het lastig. Ik bedoel, je moet het gewoon goed uitleggen. Daarnaast is duidelijke afspraken over de werkwijze belangrijk. En dan heb ik het niet per se over Word of zo. Hè. Dan gaat het niet over hoe gaan we in Excel werken. Dat hangt natuurlijk heel erg af van je rol en je functie, wat je daarin moet doen. Maar dan heb ik het wel over hoe ga je om met die nieuwe functionaliteiten, zoals bijvoorbeeld OneDrive en Teams. Wat ga je waarin opslaan? Heel duidelijk met elkaar afspreken. Wat doe je waar? En afspraken over teams maken in je eigen afdeling. Hoe gaan wij daarmee werken met elkaar? Hoe gaan wij samenwerken? Dus dat moet op en organisatieniveau moet daar dingen over gezegd worden, maar ook zeker op de afdeling of teamsniveaus. Je wil daarnaast ook als organisatie zeker weten wat je doet en waarom je het doet en wat de eindstreep is. Dat is natuurlijk gewoon basis eigenlijk van elk project. Ook in deze, wat zijn je doelen? Wanneer is je project een succes? En dan ga je daar naartoe werken. En het wordt natuurlijk een stuk makkelijker als je die doelen ook kan meten. Dan weet je namelijk ook of je het bereikt of niet.
Ja, meetbare doelen en een dashboard waarin je kan meten wat er gebeurt. Ja, en gelukkig gaat dit over een cloudwerkplek met Office 365 die heel veel data bij kan houden als je dat wil. Ja. Dus die meetbaarheid die zit op zich twee muisknoppen verwijderd. Dus dat scheelt wel een hele hoop. Ja, we hebben een vraag van Patrick. Die vraagt, heb je tips over hoe je management en teamleiders meekrijgt om over te stappen op de nieuwe technologie? Ja, dat was waar ik van zei, dat neem ik zo dus mee. Oh, okay. Dat komt denk ik dadelijk in de voorbeelden goed aan bod. Okay. En als dat niet zo is, dan trek nog een keer aan de bel, ja. Patrick. Maar ik denk dat dat zo goed erbij komt. Perfect. Alright. Nou, dan de cases. Ik heb mij de afgelopen maanden veel bezig gehouden. Vooral bezig gehouden met de adoptie en begeleiding van de cloudwerkplek bij Rochdale en de Koninklijke Bibliotheek. Rochdale is een woningbouwvereniging in Amsterdam en de Koninklijke Bibliotheek is de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. En ze zijn allebei ongeveer tegelijk begonnen met de cloudwerkplek. En dat is bij allebei opgedeeld geweest in twee fasen. En fase 1 was vooral focus op in de individuele werkplek. Hè, dus eigen laptop ophalen. Hoe maak ik mijn eigen werk weer eigen op deze omgeving? Fase 2 ging vooral over het samenwerken. En hoe ga je dat dan met elkaar doen? Toen kwam corona en gooide een klein beetje roet in het eten. Waardoor fase 1 en 2 wat meer in elkaar gingen overlopen. En een iets meer grijs gebied werd. Teams wat sneller aangezet. Maar de globale tweesplitsing is wel gehanteerd gebleven. Dat stuk echt dat samenwerken, dat is wel echt een aparte fase bij beide. En mijn rol in dit verhaal was dat ik een paar dagen per week aanwezig was bij beide klanten. Om dit vanuit adoptiekant vorm te geven. Dus als volledig lid van het projectteam. En daar ook input op die manier. Ik was weer op de verkeerde plek aan het klikken. Heel kort gezegd, dit pin me er niet op vast, op precieze uitroltijden. Maar ongeveer gezegd is dit hoe lang zoiets heeft geduurd. En belangrijk is dat er een aantal fasen in het verhaal zitten. Ik zei al, fase 1 was dus de individuele werkplek en dat is blauw. Grijs is de tweede fase, dat was samenwerken. En we zijn begonnen met een analysefase bij beide. En ik ga zo iets dieper in op wat daar precies allemaal in gebeurd is en wat we gedaan hebben. De voorbereiding op de uitrol. En voor we die uitrol konden doen, eerst een pilot om te testen of we het allemaal wel goed voor elkaar hadden. Zowel op de techniek als op de adoptie. Daar waren we goed voorbereid, klopten de middelen. Uitrol natuurlijk van de laptops en de werkplekken. En nazorg. Terwijl we tegelijkertijd al begonnen aan de voorbereiding van fase 2. En een langere pilot, want Teams, dat wil je iets verder testen. Uitrollen, nazorg. En die lopen nog van de kaart af. Want dat is nog niet klaar. En nazorg in de fase 2, die gaat ook een stuk langer duren. Omdat je dan echt gaat focussen op anders samenwerken. Je individuele werkplek is ook vooral je individuele werkplek. En als jij daarin een bepaalde manier met taken om wil gaan. En niet per se de nieuwste dingen wil gebruiken. Nou oké, dat is aan jou. Maar samenwerken, dat doe je toch echt met elkaar. En dat wil je dan ook echt langer begeleiden. En zorgen dat dat goed geëmbed wordt in je team en in je organisatie. Klik. Ja, nou, ik ga per fase even kort in op wat we gedaan hebben. En in het blauw zie je ook steeds echt de concrete praktische dingen die gebeurd zijn. Als daar meer vragen over zijn, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Het is natuurlijk lastig om in een PowerPoint slide deck zoals deze heel visueel te maken wat ik allemaal gedaan heb. Want een hele hoopje van is ook praten en mensen spreken op de werkvloer en aanvoelen hoe de vlag erbij hangt. Hè? Van joh, hoe tevreden ben je? Nou, dat soort dingen dat voel je natuurlijk alleen aan als je echt met mensen praat en dat je er bent. Dus dat zit natuurlijk wat moeilijk in slides te vangen, maar ik ga het proberen zo concreet mogelijk te maken. Freerk, help me als daar sturing op nodig hebt. Maar dat is eigenlijk het stakeholder management wat je zegt. Dus gewoon echt bij iedereen langslopen, vragen, duwen trekken, informeren, tips geven, vragen waar ze tegenaan lopen, wat ze belangrijk vinden, dat soort zaken.
Ja, maar ook gewoon de eindgebruikers. Het is en het stakeholder management, maar ook gewoon aanvoelen vanuit eindgebruikers. Van joh, hoe gaat het nu? Ben je tevreden met de hulpmiddelen die er zijn, bijvoorbeeld? Dat is natuurlijk iets later, niet een analysefase waar we nu naar zitten te kijken op de slide. Maar ja, wat vaak het geval is bij vanuit adoptie change management, is als je geen geluid is, slecht geluid over het algemeen. Als je niet hoort wat mensen ervan vinden, dan is vaak het gevolg dat het niet gebruikt wordt. Dus als ik praten, de organisatie ingaan, met mensen in gesprek gaan, dan krijg je ook veel vaker de trigger. Ik krijg meer input en de mensen zelf op de werkvloer worden misschien vaker getriggerd om toch te gaan kijken. Ja. Maar goed, terug naar de slides. een analysefase om mee te beginnen. Bij beide organisaties mee opgestart. Om even goed af te tasten en te begrijpen hoe de organisatie in elkaar zit. Sowieso belangrijk voor mij, want ik kom nieuw in die organisatie en ken de club helemaal niet. Dus om dan ervoor te zorgen dat je kunt inspelen op hoe mensen werken, op hoe ze zijn, op wat aansluit, wat goed valt en wat niet. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk om een beetje om kennis te maken in de organisatie. En dat heb ik op twee manieren gedaan. Namelijk op organisatieniveau gaan spreken met mensen van wat wil de organisatie nou eigenlijk en waarom willen ze dit. Dus echt stakeholder interviews, gesprekken aangaan met het management, met de IT-directeur, met HR, met communicatie. Met verschillende andere belangrijke mensen die gewoon een grote stem in de organisatie hebben. Van, wat gaan we nou eigenlijk doen? En waarom gaan we dat doen? En wat is belangrijk voor jullie? Wat zou eruit moeten komen? En waar wil je op sturen? Dus echt van tevoren, die succesfactoren, die randvoorwaarden waar ik het over had, je doelen stellen, helder hebben, waarom gaan we dit doen? Zodat je ook aan mensen kan vertellen waarom je dit gaat doen. En je ze op die manier ook in beweging kan krijgen. Als mensen niet weten waarom iets belangrijk is, dan wordt het heel lastig om ze in beweging te krijgen. En dan moet je dat natuurlijk eerst ophalen en over nadenken. Want niet altijd elke organisatie heeft dat scherp op het vizier zelf ook. Want soms zijn ook gewoon technische pushfactoren die je drijven. Hè? En dat is een ontzettend goed startpunt. Maar dat is niet voor elke gebruiker een reden om dan alle mogelijkheden van je nieuwe werkplek te omarmen. Ja. Ik zag trouwens weer een vraag. Analyseer je de cultuur? En hoe typeer je die? De cultuur typeren, dat doen we niet echt. Ik maak daar geen schema's van. Of van de ui van Hofman, geloof ik, of zo. Daar kijk ik niet naar. Geen specifiek model voor een cultuur in de organisatie. Ik kijk wel heel erg naar hoe bijvoorbeeld in het verleden veranderingen gevallen zijn en hoe dat gegaan is en daar lering uit trekken. En we kijken wel heel erg naar de eindgebruiker. En daarin hebben we wel een model in die zin dat we werken met persona's en daar een persona model om te komen tot hoe zit die organisatie in elkaar qua gebruikers. En dat halen we dan, dan hebben we het vooral ook over digitale readiness. Zit daarachter. Waarbij we in eerste instantie uitgaan van wat is die impact op de gebruiker precies en wat gaat er gebeuren technisch gezien, want dat staat wel vaak al gewoon vast tot bepaalde mate. En wat komt er dan allemaal uit? En wat moet een gebruiker dan kunnen? Dus daar zit al een soort van digitale vaardigheden toets aan, van wat moet iemand kunnen? En we halen ook op wat iemand zou moeten kunnen. In een bepaalde doelgroep. Dus we gaan wel echt gesprek ook met de leidinggevende en met de organisatie en met de medewerkers daarvan om die indeling te maken. Niet elke doelgroep hoeft natuurlijk evenveel en moet evenveel met zo'n werkplek. En persona's in bijvoorbeeld Rochdale, er zit ook een persona in die vakman is. En de loodgieter en de timmerman die in de huizen aan de slag gaat bijvoorbeeld. Nou, dat is echt een hele andere categorie persona in de eigen organisatie. En zeker ook verschillend van bijvoorbeeld een koninklijke bibliotheek, waarin iedereen die is heel individualistisch, of zijn daar veel meer individualistisch bezig met boeken, en met inscannen van boeken, en archiveren en collectiebehoud en dat soort dingen. Dus er zitten grote verschillen in de uiterste, zeg maar, van echt heel erg vakinhoudelijke
dingen bij organisaties, maar er zit ook wel her en der natuurlijk overlap in als het gaat over bijvoorbeeld de mensen die bezig zijn met de administratie en met de financiën. Dus dat soort bedrijfskundige, bedrijfsvoering personen, daar zit wel eigenlijk heel veel overlap in over het algemeen, maar je hebt per soort organisatie altijd wel verschillen in het primair proces met name. Ja. Daar moet je goed naar kijken. En niet iedereen hoeft dezelfde digitale skills te hebben, wel in de basis. Maar niet iedereen hoeft alle extreme te leren. Alle extreme. Er zit natuurlijk wel een verschil in, ja. Er zit zeker verschil in wat iemand moet kunnen en kennen. Op basis van waar de toegevoegde waarde zit in die tool. En dat stemmen we samen weer af met de leidinggevende, met de organisatie. Duidelijk. Alright. De volgende slide. Nou, dan hebben we de analyse gehad. We hebben een beeld van wat wil de organisatie, waarom en waar moeten we uitkomen. We hebben een beeld van de gebruiker. Wat kan die al? Wat moet die kunnen? En wat moeten we doen? Wat is het gat wat daartussen zit? En hoe verschilt dat per doelgroep? Dat hebben we opgehaald in de analysefase. Nou, dan gaan we voorbereiden. Dan komt het communicatieprogramma bijvoorbeeld. Een mooie campagne zit daar vaak omheen. Met een eigen logo, met een eigen branding, met een eigen slogan. Dus echt een soort van awareness campagne. Dat hadden we bij Rochdale ontzettend mooi voorbereid. Met hele toffe posters en supermooie visuele dingen. Maar toen zat iedereen thuis. Dat was een beetje jammer. Dus daar hebben we nog het beste van proberen te maken. Ik zal het zo even kort laten zien. En nou, wat natuurlijk ook heel erg belangrijk is in communicatie, is bijvoorbeeld de mailflow opzetten. En mail is iets waar heel veel organisaties niet heel enthousiast van worden. Maar helaas is dat wel echt een hele goeie om mensen gewoon in actie te krijgen. Dus als het gaat over bijvoorbeeld, wanneer moet je je laptop ophalen? Wat moet je doen? Wat moet je meenemen? Wat moet je niet vergeten? Maar daarvoor maak ik vaak een mailflow van en met een bepaalde frequentie. Het liefst als het even kan, doen we dat ook automatiseren. Maar dat kan niet altijd. Dus dan is dat handwerk. Dat is wel jammer, maar toch, het moet gebeuren. Ook heel belangrijk is het sponsornetwerk. En daar had ik het net al even over. Hè, dat zijn je leidinggevenden, die noemen we ook al sponsoren. Daar kan je andere namen aan geven, maar dit is de naam die ik er gewoon standaard aan geef. En dat gaat dus om de mensen die dus je verandering sponsoren. He, dus de mensen die achter de verandering staan en dat enthousiast uitdragen. En zeggen dat het een goed idee is dat dit gebeurt. En om die mensen aan boord te krijgen, is eigenlijk, en daar komt de vraag van Patrick langs, is met iedereen praten. Ik heb gewoon echt, dat wordt natuurlijk, naar aanleiding van hoe groter je organisatie wordt, dat lastiger. Maar KB en Rochdale zijn dan organisaties waarbij ik gewoon met alle leidinggevenden gewoon gesproken heb, één op één. Gesprekken gevoerd met die mensen. Een sponsor community heb opgezet in Teams. Dus die mensen waren ook voorloper met hun eigen team. Waarin we ook tips en tricks deelden. Waarin ik de informatie eerst aan hun stuurde. Vragen aan ze stelde van, joh, hoe gaat het met jullie? Is er informatie nodig? Is er meer hulp nodig? Kan ik iets voor jullie doen? Is er training nodig? Nou, hè, dus sowieso een eerste kennismaking face-to-face. Echt even met iemand praten. Desnoods via een scherm. En dan vinger aan de pols houden. Even vaak contactmomentjes proberen te creëren. Om de sponsoren aangehaakt te houden. En dus, belangrijk, van tevoren te polsen. Wat staan ze überhaupt achter die veranderingen? Dus dat is natuurlijk ook wel een ding waar je iets mee moet. Ik bedoel, als je een sponsor hebt die het geen goed idee vindt, dan moet je ze wel eerst overtuigen van dat het wel een goed idee is. Of dan moet je ze laten overtuigen door bijvoorbeeld weer hun leidinggevende. Dus daar moet wel, hè, dat is gelukkig bij Rochdale en bij KB niet nodig geweest. Maar dat is wel iets waar je rekening mee zou moeten houden in je aanpak. Ik zie een vraag over online evenveel effect als fysiek. Nou, ik denk bij zo'n gesprek, zo'n eerste gesprek, dat je het eigenlijk liever fysiek zou willen. Maar ja, dat gaat niet altijd. Dus het is ook gewoon roeien met de riemen die je hebt in dat geval.
Maar als je de mogelijkheid hebt om dat in real life te doen, dan denk ik dat dat zeker bij de iets meer sceptische mensen wel belangrijk is. Ja. Maar ja, het is ook gewoon de praktijk. Ja, als niet alles kan, dan kan het natuurlijk niet anders. Nee. Fysiek kan, dan liefst fysiek. En anders met beeldbellen, zoveel mogelijk omgevingsfactoren. Hè? Dus beeldbellen is dan denk ik de beste tweede. Ja. En wat ik eigenlijk hoor zeggen is dat sponsornetwerk is heel belangrijk. Ik hoor veel organisaties dit al eigenlijk vergeten. Die gaan meteen op die communicatiemiddelen. Maar eigenlijk hoor ik jou zeggen, ik hoor je zeggen dat het heel veel tijd kost. Want je moet met heel veel mensen praten. Dus daar gaat gewoon veel uren in zitten. Maar ik hoor je ook zeggen dat bijna randvoorwaardelijk is om het project te laten slagen. Als je hun niet meeneemt, dan kan je dan in de laag eronder communiceren wat je wil. Maar dan is de kans dat het mislukt nog eigenlijk even groot. Ja, dat is wat ik in het begin natuurlijk zei met dat de leidinggevende zeg maar het voorbeeld moeten geven, het goede voorbeeld. Als zij het niet doen, dan kan je er überhaupt wel mee stoppen. Ja. En inderdaad, dit kost tijd, maar het levert je ook ontzettend veel op. Ja. Ik zou bijna durven zeggen dat het inzetten van sponsoren en key users belangrijker is en dat je dan meer effectiviteit mee behaalt dan met een heel communicatieprogramma of training en instructie. Terwijl dat die twee dingen vaak als eerste worden aangegrepen. Ja, dat die vaak als eerste worden ingezet. Maar dat is korte termijn. Dat is heel snel iets opsturen. En het is heel reactief. Terwijl als je een sponsornetwerk creëert. En key users. Een key user community hebt. En dat zijn dan dus echt de mensen op de vloer. Waar ik het net ook in het begin over had. Mensen die naast je zitten op de werkvloer. Of helaas dan nu dus naast je zitten in Teams. In ieder geval in je team zitten, die je spreekt en misschien een wekelijkse meeting of wat dan ook. Als je die mensen aan boord hebt, dan creëer je in principe een soort van een netwerk in de organisatie die achter deze verandering staat. En die gewoon intrinsiek gemotiveerd zijn op dat moment om de verandering de organisatie in te helpen. Als ik dat moet doen, op afstand met een communicatieprogramma en training en instructie, en ik ben dan weg, of het project is afgelopen, dan is die aandacht ook weg. Terwijl als het netwerk bestaat, en in zichzelf bestaat, en zichzelf op gang houdt, dus dat dit is een soort van klassiek verhaaltje van maak jezelf overbodig, dat eigenlijk het doel zou moeten zijn. Ik denk dat dat lukt met een key user en sponsor netwerk. Ja. Maar goed, dat is dan dus ook zeg maar, dat maakt het dan minder tastbaar, want dat is natuurlijk iets waar je gewoon heel veel gesprekken voor moet voeren. Maar, nogmaals, grootste kans op succes. En dat wil je dan op zich wel natuurlijk gewoon flankeren met een goed communicatieprogramma, om het ook leuk en aantrekkelijk te maken. En aan de andere kant, met het wel beschikbaar maken van training en instructie. En bij Rochdale hebben we dat bijvoorbeeld gedaan met Fitcoach app in Teams. Daar heb ik zo een screenshot van. Een heel mooie tool in Teams, echt een chatbot die ook leert. Dus die kun je door bijvoorbeeld een service desk of een support team of wat dan ook, kan je die laten leren vragen die gesteld worden waar niet standaard een antwoord op is. Maar er zit ook een hele set aan e-learnings aan vast. En die Fitcoach app, dat is ook wel mooi, daar krijg je ook een soort van profiel aan gekoppeld. Op basis van de manier waarop jij werkt en je werk doet en jouw kennisniveau. En op basis van dat profiel krijg je weer actief e-learnings gepusht. Dus dingen die echt aansluiten bij jouw manier van werken over Office 365. En soms heb je dan ook nog mensen die het heel fijn vinden om gewoon lekker een handleiding te hebben. En dat was bij bijvoorbeeld de KB was het ook gewoon wel heel belangrijk om een soort PDF te hebben met gewoon uitgelegd van hoe gaat het precies. En dat is ook gewoon een deel. Metrics, we hadden het al even over, je doelen en dat ook kunnen meten. Dus daar ga ik niet per se heel veel verder op in. En wat dan ook nog belangrijk is in de voorbereiding van de cloud werkplek, waarbij je gebruiker mee moet nemen, is het uitrolproces vormgeven. Dat zou je bijna vergeten. Maar hoe ga je die mensen uitnodigen? Een planningstool, is er een secretaresse die dat gaat doen? Wat belangrijk is als je key users en sponsoren hebt, is het heel handig om die vooraan te zetten. Als dat even lukt, want dan kunnen ze natuurlijk meteen ervaren hoe dat werkt en anderen goed meteen op weg helpen. En hoe ga je wachttijd invullen? Als je gewoon als je een laptop uitreikt, die moet inspoelen, moet je wachten, wat ga je dan doen? Dus daar moet je allemaal over nadenken in de voorbereiding. Ja, dus het gaat niet alleen maar om hoe werkt een medewerker zometeen in Teams, maar je moet eigenlijk het hele proces van A tot Z goed in overzicht hebben. Dus hoe vragen mensen bepaalde zaken aan?
Welke handelingen zijn daar nodig? Wanneer, hoeveel laptops kan je tegelijkertijd uitdelen? Ja, dat is natuurlijk ook heel technisch. Hè. Dat moet ook gewoon passen in de bandbreedte die je hebt en de locatie die je hebt waar je hoeveel mensen tegelijk kan binnenlaten. Maar je moet ook rekening houden in dat technische verhaal van de uitrol, hoe je die gebruiker daarin... Hè? Ik bedoel, uiteindelijk gaat het om de gebruiker die zijn laptop komt halen. Maar de hoofdmoot is vaak wel, we moeten dit technisch wel voor elkaar krijgen. En dan, hoe gaat de gebruiker daarin passen? Wat ik wel eens zie gebeuren, is dat dat misschien net te laat komt. Dat die vraag van, oh ja, we moeten ook die gebruiker begeleiden. En we moeten ook zorgen dat daar een goede volgorde in zit. En hoe gaan we ze eigenlijk uitnodigen? Ja, dat is natuurlijk ook wel belangrijk voor, hè, om daar het gebruiksgemak voor om dat gebruiksvriendelijk te maken en aan te laten sluiten op de werkwijze en de situatie van de eindgebruiker. Kijk, nou, dit is bijvoorbeeld een hele mooie plaat met de branding van Rochdale, met een hele mooie slogan, ben jij al hashtag Rochdale365. En die gebruiken ze inmiddels ook best wel in de organisatie, dat is wel grappig om te zien, op hun interne platformen, die hashtag. Dus die komt op heel veel plekken terug, als een soort herkenbaar item in de huisstijl. En hier zien jullie die mooie posters aan de muren hangen, die we dus maar gewoon allemaal hebben gebundeld op de plek waar mensen hun laptop moesten gaan halen, als een soort van heel groot posterlandschap. En met screensavers die je hier bijvoorbeeld ook ziet. Dus dat is die. En we hadden ook de KB uiteraard, waar mooie posters ophingen met de slogan Samenwerkt gaat beter. En hun werkplek heeft ook echt heeft een soort van afkorting en die heet de Digitale Werkplek KB, oftewel DWK. Nou, dat komt dan ook overal terug in logo's en in uitwerkingen. Dit is overigens de fitcoach in Teams. Dus die zit echt vastgezet in het menu aan de linkerkant. Waarin je te maken hebt met de chat. Waarin je onderin ziet dat er een scan opgestart wordt om dus je profiel vorm te geven. Je ziet bovenin dat er een tabblad learnings is. Waar alle e-learnings in zitten. En een tabblad profiel voor je profiel. En handleidingen die we zelf hebben toegevoegd aan een pagina daarachter. Gewoon de pdf'jes. Die kun je dus allemaal zelf ook gewoon dan erin zetten. Nou, en voordat je dan echt start met uitrollen, heb je hem al voorbereid. Maar je gaat eerst testen. Zowel de techniek als de gebruikerservaring. En daar hebben we bij beide organisaties heb ik daar gesprekken met alle pilot users gehad. Want dat zijn er dan niet zo heel veel. Hè? Dus bij beide organisaties waren het er 20, 30. Nou, daar kan je op zich gewoon een gesprek mee voeren. Het was een Teams chat, omdat er nog geen Teams verder beschikbaar was voor die groep, om ook issues te melden bijvoorbeeld. En een forms enquête aan het eind, om te checken van hoe is het gegaan, hoe heb je het ervaren en wat kunnen wij aan anderen vertellen over jouw ervaring. Dit is bijvoorbeeld bij de KB, dus hun intranet, en daar was ook een aparte groep voor. Met specifiek nieuws voor de pilot, met handleidingen voor de pilot. En een plek om berichten te delen. Nou, dan ga je uitrollen. Eén vraag tussendoor, Hanneke. Ja. Patrick vraagt, was testen op de werkplek iedereen individueel? Ja, eerste fase wel. Want de eerste fase was bij beide organisaties echt puur een individuele werkplek. De teams, het samenwerken, dat kwam pas later. En dan gaan we ook piloten. Daar zijn we nu bijna aan het beginnen. En dat is wel samen uiteraard. Oké. Nou, de grote uitrol. Bij beide is dat natuurlijk wel het moment waar je naartoe hebt geleefd. Het uitreiken van de mooie, shiny, nieuwe laptop met alles erop en eraan. Hoe ga je dat dan doen en begeleiden? Nou, het uitleggen van die werkplek is natuurlijk een hele belangrijke stap. En bij de KB kon dat nog naast iemand zittend. Dus daar heb ik gewoon een soort van uitrol... draaiboekje gemaakt waarin precies dat we ook controleren is werkt alles en is overal iedereen ingelogd, maar ook een eerste snelle tips en tricks geven van hier vind je dingen, zo ga je straks werken, en dan de gelegenheid om ongeveer 2 keer per week mee te doen aan een soort van demo sessie van dieper ingaan op de werkplek.
Bij Rochdale was dat een ander verhaal, helaas. Daar konden we, daar was het echt al corona begonnen. Dus daar hebben we een rondleiding video gemaakt. Met in 8 minuten een rondleiding door de nieuwe werkplek. Eigenlijk hetzelfde als wat je bij de KB zou doen naast iemand, maar dan in een video met even snel uitleggen wat er nieuw is, waar je dingen vindt. En dan ook de gelegenheid geven om in een online sessie vragen te stellen over wat er allemaal mogelijk is. Goed, bij er moet ook natuurlijk een techniekcheck gedaan worden bij uitrol, installeren van apps en MFA op de telefoons bijvoorbeeld. Dus dan moet wel gezorgd worden dat alles ook werkt. En soms moet dat ook gebeuren op de plek van de uitrol. Tijdens na uitrol doe ik ook delen van ervaringen. Zoals bijvoorbeeld bij Rochdale een filmpje gemaakt van mensen die hun laptop kwamen halen om dat te kunnen delen in de organisatie, zodat zij al zagen hoe dat eraan toe ging. We hadden een flyer met tips bij de KB, die laat ik zo zien. We hadden goodies, chocoladereepjes, maar ook headsets bijvoorbeeld. Mooie draadloze noise cancelling headphones, een sleeve om de laptop. En als je het hebt over Teams, dan gaan we nu voor allebei echt een live rondleiding doen op het moment dat mensen overgaan. Dus echt met de hele afdeling, dit is jullie team, hier staan jullie documenten en hier kunnen jullie op deze manier zo gaan werken vanaf nu. Even een twee vragen over deze slide. Dus je zei in het begin dat je had een rondleidingsvideo gemaakt van 8 minuten. Wat je normaal gesproken live zou doen naast iemand of voor een grotere groep, doe je niet in een filmpje van 8 minuten. Heb je kunnen meten of die veel bekeken werd? Dat heb ik vergeten te zeggen. We hebben dat sowieso op een soort van continue loop afgespeeld op de ophaalplek. Ja. Heel erg vervelend voor diegenen die de laptops uitreiken, dat ze de hele dag naar mijn stemmen luisteren zijn. Maar verder werkt dat best prima, want als je daar gewoon zit te wachten, je hebt wachttijd, kan je meteen die video bekijken. Ja. Daarnaast hebben we het op stream gezet, het videoplatform binnen Office 365. En die houdt bij hoe vaak het gekeken is. En het zit wel in de honderden views momenteel. Okay. Dus die wordt wel aardig bekeken. Het is aan de lange kant voor een video. Maar omdat het echt een introductie in de werkplek is en omdat we die niet in real life kunnen geven, heb ik het idee dat die wel heel goed bekeken wordt. Of dus het niet het idee, ik weet dat die goed bekeken wordt, maar ik snap ook wel waarom. Ja, en je had het ook over headsets met noise cancelling. Die werden uitgegeven aan alle medewerkers. Dat lijkt me heel duur, of valt dat wel mee? Was dat wel makkelijk weg te werken in het budget? Ja, ik heb natuurlijk niet de budget. Ik ben niet de budgethouder van de uitrol. En dat was trouwens bij de KB die headset. Ja. Maar dat was al vanaf moment 1 heel duidelijk van joh, iedereen krijgt dit en dit en dit. En dat is afgetekend door de CIO. Ja. En daar hebben we wel van tevoren ook soort van wel opgestuurd van joh, als dan die werkplek komt, dan moeten ze ook alles goed kunnen doen. Teams worden belangrijk. Dan moet het ook goed uit te voeren zijn in al die grote open ruimtes. Ja. Dus dat was wel een belangrijke. Ik vind het wel sterk hoor, dat iedereen oortjes krijgt. Ik vind dat wel een hele goede. Ja. Oké, nou even wat mooie voorbeelden dan. Dit was de KB. Met een klein toniesreepje met een eigen wikkel. Dus de voor- en achterkant van de flyer. En wat ook nog wel grappig is, we hebben de uitrolkamer. Hadden we het laptop en het project heette het DWK. Dus de uitrolplek heette het DW Café. Maar superleuk, maar het resoneerde lekker en iedereen vond het grappig. Dus dat werkt dan toch. En even een hele praktische vraag. Heb jij zelf met een potje lijm al die wikkels eromheen zitten plakken? Of wordt dat automatisch gedaan? Hoe werkt dat? Oh mijn god, ja, het zou toch echt een mooie klus zijn. Maar nee, dat kan je gewoon zo bestellen. Dat kan je zo bestellen bij het Tony. Niet bij Tony's, dat is een soort van een van de, als je dat googelt, zeg maar, klein Tony-schipje met wikkel, heb je meerdere sites die dat aanbieden. Dus ja, en dan moet je zelf wel een design aanleveren en dan doen zij de wikkel ermee. Cadeau sites of zo. Ja, oké. Okay. Ja, ook wel goed, denk ik. Ja, en dit werkt echt als een malle trouwens, die chocola. Echt ook als, zeg maar, als mensen in de organisatie horen. Daar is chocola. In het DW Café. Dan komt dat vlieg op de stroop af, joh. Dat werkt echt heel goed. Patrick, tip 1 voor jou. Ja, ja. Ja, Victor is het ook mee eens, volgens mij. Mooi. Nou goed, dit is echt niet zo'n hele mooie slide. Maar ik kocht een screenshot van een video met inzooms en ondertiteling en audio. En zodat iedereen mee kan kijken waar nodig.
Wat we ook bij de KB of bij Rochdale hebben gedaan, is omdat we dus niet bij iemand mochten gaan zitten. Maar iemand moest wel zijn laptop komen halen. Hebben we een soort van 5 uitroltafels hadden we gemaakt. Met op elke tafel een soort van setje instructiekaarten. Die we allemaal mooi geclassificeerd hadden, zodat ze dus elke keer wel schoon kunnen worden gemaakt. En een welkomstbrief. En dat is dat ding wat je links ziet. Waarin we heel, heel kort uitleggen van, joh, fijn dat je er bent. Sorry dat we niet naast je kunnen komen zitten. Hier kun je toch alles vinden wat je nodig hebt om te kunnen starten. En wat we bij Rochdale ook gedaan hebben, en dat komt misschien later nog, is dat we ook, ja, dat zie je niet zo goed later, dus ik leg het uit. Een soort groot bord hadden we gemaakt, waarmee het de bedoeling was dat we iedereen op de foto zouden gaan zetten. Zo van, ja, met de hashtag Rochdale365, dan konden we dat in campagnes verwerken, konden we die foto's gaan delen online. Alleen, dat is nu ook een stuk moeilijker te realiseren. Dus we hebben nu gevraagd in zo'n welkomstbrief, wil je er een selfie mee maken? En dat hebben een aantal mensen wel gedaan, dus daar kunnen we daar toch nog een leuke collage van gaan maken op het eind of halverwege. Dat is wel leuk. Ja. Goed, nou, dan komt bijna het allerbelangrijkste deel, want dan hebben mensen een laptop en dan... Ja, want je zou bijna denken, nu ben je klaar. Ja, nou ja. Toch? Technisch ben je dan ook waarschijnlijk wel klaar, ja. En daar zit een soort discrepantie. Hè? Want vaak is het project en het programma is, we gaan de laptop, we gaan een cloudwerkplek uitleveren. Met alles erop en eraan. En als iedereen hem heeft, ja, dan is iedereen over. Alleen voor de gebruiker begint het dan natuurlijk pas, want dan heb je dat ding. Nou, wat ga je er dan mee doen? En hoe ga je daar het maximale uithalen? Nou, dat lukt natuurlijk niet op dag 1 dat je hem krijgt. Misschien voor een handjevol mensen die denken, hé, eindelijk, dat had ik ook bij een vorige werkgever. Ik kan weer verder zoals ik dat deed. Maar de grootste groep zal daar aan moeten wennen. Die zal je mee moeten nemen, zal je uitleg moeten geven. Hoe dat er precies allemaal bij is gekomen, wat ze nog meer kunnen. Dus daarin blijven deze 4 punten gewoon heel belangrijk. Op de korte termijn ook, maar ook op de lange termijn. En daar kom ik zo nog even kort op terug. En in die korte termijn, overal stuur ik een nazorgmail. En dat is wel weer een mail, maar toch wel even een momentje waarin heel kort bij elkaar zit, oké, nu heb je hem, gefeliciteerd, je bent over. Wat kun je nu? Wat is er nu nieuw? Een paar bullets. Maar ook, waar vind je alle hulp die je nodig hebt? Dus we hebben dit voor je, we hebben een e-learning portaal, we hebben een fitcoach, we hebben een chatbot, we hebben hier handleidingen staan, we hebben een online Q&A, we hebben webinars waarin je live kan zien wat er precies nieuw is en hoe Teams chat werkt. Dus dat soort dingen zitten dan in zo'n mail. Maar wat ook blijft gebeuren, is dat er nieuwsitems bijvoorbeeld komen op een intranet, die gaan over, je hebt nu OneDrive, wat is OneDrive, hoe ga je over naar OneDrive? En dat we dat ook weer steeds delen met de sponsoren, met de key users. Dus alles wat er nog moet gebeuren en alles wat er nieuw is, aan de kaart blijven stellen. Hè? Dus zeg maar ook terugkerend onder de aandacht brengen. En je key users en je sponsoren zijn gewoon echt een verlengstuk van jouzelf op dat moment. Want ik weet niet of mensen mijn mails lezen, ik weet niet of mensen handleidingen vinden. Ik krijg wel reactie van een sponsor van, joh, ga ik doorsturen. En die... Dan weet je toch dat net nog wat beter dat dat zijn weg vindt. Dus dit blijft relevant. Even kijken. Oh ja, deze is ook nog een leuke gekleurde plaat op zijn Rochdales. Waar ook chocola was trouwens. Dat zie je hier op de... Ik weet niet hoe ik moet wijzen, maar het plaatje linksboven. Waar we ook trouwens... hadden we ook weer... pre-corona bedacht, is een bordje te maken met key user. En dat dan boven iemand te hangen op het hoofdkantoor. Zodat je ook echt weet van, dat is een key user. Daar kan ik mijn vragen stellen. Die hebben ze wel meegekregen voor het geval dat we nog een keer naar kantoor kunnen met z'n allen. Maar dit zou je ook bijvoorbeeld in een avatar versie of zo in Teams kunnen doen. Webinar, het logo, het selfiebord, wat nog te hoog hing, waardoor ik er niet helemaal bij kon. Oh, dat is het selfiebord. Ah, ik dacht dat het mijn poster was. Nee, dit is het selfiebord. Dat is dat logo wat daar schuin naast staat, zeg maar dan in een bord. Ja. En ja, dat moet nog lager worden gehangen, maar ik ben daarna niet meer op kantoor geweest. Of jij moest een foto. Dieke van, ja, dat wordt een uitdaging, denk ik. Niet meer in de lengte in ieder geval. En het logo van de fitcoach, dat is ook wel, dat zien we hier. En inderdaad, chocola, joh, echt, je wil het niet weten. Eten, dat doet iets met mensen. Ja, want ook bij Rochdale was dat dus ontzettend populair, de reep chocola.
Ja, iets minder. Want bedoel, bij de KB hielp het ook dat mensen hoorden die nog geen laptop kregen. Daar haal je chocola, want de mensen liepen rond met die reepjes. Wat weer een aandachtsmoment was. Nu bij Rochdale zit er niemand op kantoor als mensen een laptop komen halen. Dus die chocola, maar dat verrast ze wel heel leuk op het moment dat ze hem komen halen. Ja. Dus dat, dat net dat extraatje. Ja. Oh ja, een mooie slide van dat ik er een webinar bij de KB heb gegeven. Die is ook echt, het was een webinar van bijna 20 minuten over thuiswerken met Teams. Ja. En daar hadden ze alleen chats, videobellen, dat soort dingen. En ik heb dat echt, ik heb daar met een andere collega een webinar over opgenomen. En een beetje gemonteerd. En toen was die 20 minuten. En die is ook echt bij het leven bekeken. Hij is echt 400 keer, 500 keer is dat geopend en bekeken. Dus dat vind ik best veel. Ja, slim. Dus door hem één keer goed op te nemen. Ja. En om daarna vaker te publiceren, kunnen mensen terugkijken. En wordt dat ook veel gedaan. Maar dan mis je natuurlijk die interactie. Dus is er dan op een andere kanaal of op een andere mogelijkheid wel mogelijkheid dat mensen vragen kunnen stellen over die video? Ja, er zijn dan wel ook online Q&A's hadden we dan niet gekoppeld aan het webinar. Maar dus een soort van online inloopspreekuren. Toen het fysiek niet meer mogelijk was. Dat is natuurlijk ook weer een soort van iets waar je nu rekening mee moet houden. Maar fysieke inloopspreekuren waren er. Gewoon een helpdesk die er altijd al was natuurlijk. Die nu ook hier voor beschikbaar is. Op sommige plekken hebben we ook gebruik gemaakt van een team. Een support team in Teams waar je je vragen kon stellen. Ja. Daar was wel genoeg plek om dan nog vragen te kunnen, om vragen te kunnen stellen. Mooi. Nou, en dan nog volgens mij redelijk op het eind van... redelijk op het eind. Lange termijn adoptie is ook belangrijk. Je gaat niet na een week al alles bereikt hebben en succes hebben. En zeker niet als we het straks ook nog gaan hebben over samenwerken in teams. En dat er echt andere routines moeten worden opgezet. En dan blijft het superbelangrijk om die aandacht vast te houden. En als je dat sponsor- en key-user-netwerk goed hebt opgezet, dan zal dat echt zijn waarde nu gaan bewijzen. Namelijk dat die mensen zelf enthousiast gaan zijn en blijven herhalen wat in het team belangrijk is. En wat van toegevoegde waarde is voor dat team. Maar ook gewoon die training bijhouden, tips en tricks, successen blijven delen. Ook vanuit de organisatie wel af en toe een impuls geven als reminder van jongens, je waren mee bezig, hoe gaat het? Zo doen bijvoorbeeld anderen het. Hè? Gewoon een case maken van een afdeling die het heel goed doet met Teams. En dat misschien in een filmpje opnemen en dat delen in de organisatie. Voor key users is ook, en sponsoren, het platform gaat zich ontwikkelen. Dus die mensen op tijd op de hoogte houden, brengen van wat er gaat veranderen en hoe dat dan werkt. Nou, en natuurlijk het laatste stuk van het verhaal. Meten hoe je vordert op je doelstellingen. En als je merkt dat je goed vordert, ben je goed bezig. En als dat stil blijft staan, dan zal je moeten bijsturen op die kanalen die daarboven staan. En gezien de tijd. Ja, ik denk dat we moeten af gaan ronden, hè? Ja. Even snel doorschakelen. Want we hebben heel veel voorbeelden. En die voorbeelden staan in de bijlage of in de handout. Dus als je de handout downloadt, dan ik zie dat bijna iedereen dat gedaan heeft, dan kan je rustig door die voorbeelden bladeren die Hanneke heeft. Dus dat hoeven we nu niet, denk ik, mondeling toe te lichten. Nee. En we hebben nog 6 minuten. Dus ik wil even afronden. Mocht jullie vragen hebben, stel ze nu nog even in de chat. Mocht je een keertje met Hanneke even 1-op-1 van gedachten willen wisselen, omdat je denkt van het is echt een supergoed verhaal, maar ik wil nog wat verdieping, dan mail mij op, die zal ik even inzetten, freerk.terpstra@rapidcircle.com of op thuiswerken@rapidcircle.com en dan zal ik dat even opzetten voor jullie, want ik zag wel interessante vragen voorbij komen. Een vraag is, Hanneke, is, je kunt ook goed leren van wat er mis is gegaan. Is er wat je nu anders gedaan zou hebben? Ja, natuurlijk. absoluut. Het is ook gewoon learn as I go. En ik vertel dit nu alsof dit allemaal meteen van allemaal voorbedachte raden was. maar ik heb natuurlijk ook de laatste tijd bij Rochdale heel erg weer aan die sponsoren moeten trekken. Moeten denken van hoe ga ik dat op afstand doen ook. Dus dat
daar zitten wel voor mij ook gewoon wel natuurlijk ook leerpunten in. En het gebruik maken van die e-learnings en hoe je dat stimuleert in een organisatie, zodat mensen dat profiel gaan invullen. Daar zitten bijvoorbeeld wel dingen in die ik de volgende keer weer op een andere manier eerst zou introduceren. Ja. Ja, ik denk dat elk project heeft zijn eigen dynamiek, waardoor je in elk project weer dingen op een andere manier moet aanpakken dan omdat je dat gewend was. Ja, en wat natuurlijk ook de valkuil bij het sponsorverhaal in Hostel is geweest, is dat er opeens iets anders tussendoor kwam. En dan wil ik dan wel niet steeds als excuus blijven gebruiken, maar soms verslapt je aandacht omdat er iets gebeurt. En dan vergeet je dus dat eigenlijk iets is wat je de hele tijd zou moeten blijven doen. En dat is denk ik het allerbelangrijkste punt wat ik gewoon hieruit zelf ook leer en wil meegeven, is die sponsoren en die keys, dat is echt je allerbelangrijkste bron van het allerbelangrijkste tool bijna voor de adoptie. Ja, dan stelde Patrick nog de vraag, geeft Hanneke ook training aan adoptiespecialisten? Nou ja, ik ben overal wat te porren, joh. Nee, ja, het, ja. Patrick, ik zal je even apart een mailtje hierover sturen. En ik zal je dan even koppelen aan Hanneke. En dan kun je het onderling even afstemmen wat je nodig hebt. En ik zal Erik Jan, volgens mij werkt hij met jullie, zal ik er ook even in meenemen. We hebben nog 4 minuten en Hanneke heeft echt een volgende meeting. Dus je moet er echt uit. Dus ik ga hem nu afronden. Dus ik heb altijd de vraag, wat vond je van deze webinar? Ik kan kiezen uit 1 ster tot en met 5 sterretjes. Ik zou het leuk vinden als je hem zou beantwoorden. Nou, dat ziet er hartstikke goed uit. 4 en 5 sterren. Dus dat is, dat is erg netjes. En ondertussen jullie dat invullen, geef ik aan dat we volgende week dinsdag hebben we weer een webinar. Die is om 11 uur en die gaat over de teams inrichting tweede fase. Dus welke stappen moet je doorlopen als je... Hanneke had het net al over teams ingericht met alleen chat en video vergaderen. Ja, wat moet je doen om dat verder uit te bouwen naar ook het samenwerken aan documenten en in channels? En wat kan je daar dan allemaal mee? Dus ik hoop jullie allemaal dinsdag weer te zien. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor de aandacht en ook de goede vragen en de goede score voor de webinar van Hanneke. En ik wil Hanneke ontzettend bedanken voor het duidelijke en enerverende, enthousiaste verhaal over adoptie. Je merkt echt dat je er heel goed in zit en heel veel ervaring hebt. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Ik vond het ook leuk. En bedankt ook namens mij voor al jullie input. Ja, Victor, je kan hem terugkijken. Hij wordt gepubliceerd. Volgens mij krijg je daar een mailtje over automatisch. Als je die niet krijgt, mail me dan even als je het eerste half uur wil zien. Maar hij komt online. En nogmaals, dankjewel allemaal voor het kijken. En Hanneke, dankjewel voor de presentatie. En dan gaan we afronden. Zijn we precies binnen de tijd. En tot dinsdag. All right. Dankjewel allemaal. Dag. Hoi.